Voor het eerst mocht VOJ Adjoni dit jaar 72,2% geslaagde noteren. Isabella Asside is de waarnemend directeur en zij vertelt dat de resultaten van de school altijd rond de 40% en 50% waren. Zij is enorm trots op dit resultaat. Vooral omdat de school enorm te kampen heeft met een tekort aan leerkrachten. Asside klimt in de pen om voorstellen aan te dragen om dit tekort voor het komend schooljaar op te lossen. Nou, we gaan de minister aanschrijven. De mensen ook van Taskforce Binnenland, want ik neem aan dat ze ook een budget zullen hebben. Om dan de huizen, we hebben ook huizen hier achter in onafgeboden woningen, om die huizen voor ons af te bouwen, want we hebben echt vakleerkrachtentekort. Ja, dus ze moeten werken aan de huizen. Of er zijn ook huizen in het dorp, maar niet ieder kan dan zo'n huis betalen. Want je komt hier misschien om te werken en sparen. Mm-hmm. En als je dan ook een huishuur moet betalen, terwijl leerkrachten die hier gestationeerd zijn geen huishuur betalen. Het zou goed zijn als het ministerie het voor hun betalen. Misschien kon ik dan nog meer mensen hier zo hebben. Dus jullie hebben huizenproblemen daar nog? Ja toch, huizenproblemen. Misschien betaal je ook al een huis in de stad, mm-hmm. Paramaribo. En dan moet je nog ook een huishuur komen betalen, is dubbel. Mm-hmm. Dat is als het ministerie voor hen kan betalen, zou het ook goed zijn. Tot nu toe is het tekort opgevangen door de leerkrachten extra lesuren te laten draaien, zegt de waarnemend directeur. Het resultaat voor de overige leerjaren is daarom ook goed te noemen. Gemiddeld ligt het percentage van de goede schoolprestaties boven de 80%. Ook tijdens de COVID-19-pandemie en de overstromingen van een paar maanden geleden draaide de school normaal. VIA-Johnny is nooit gesloten. We hebben de leerlingen wel goed aangesproken en de boothouders, zodat die kinderen altijd hun zwemvesten aanhielden. Dus zonder zwemvest mochten ze niet in die boten stappen. We hebben gewoon doorgedraaid. Ja. Dus die kinderen kwamen volop? Ja, altijd. Ze kwamen altijd volop. Asside zegt dat vooral leerkrachten voor leerjaar 9 nodig zijn. Het gaat om vakleerkrachten voor de nieuwe vakken die zijn geïntroduceerd. We willen niet onderdoen voor Paramaribo. Wat ze daar doen, willen we ook hier doen. Besluit waarnemend directeur Isabella Asside van VOJ Adjoni hoopvol.